Proconsul, paragraaf 92 en 93. Waarin Cicero overgaat van de vraagstuk van het motief. Hè. Wie heeft er nou voordeel bij gehad? Cui bono. Naar de gelegenheid. Wie was er nou best in staat om die moord te plegen? Die zal het allemaal hebben gedaan. En dat is belangrijk. De twee paragrafen zijn belangrijk omdat Cicero steeds teruggrijpt naar de eerdere geschiedenis. En dan krijg je dat ook allemaal weer door. Dus ik denk dat dit best belangrijke paragrafen zijn. Komt-ie. Wij zijn berichtgeving van de moord, een alternatief scenario. Paragraaf 92, je ziet het. Wie had de gelegenheid om de moord te plegen? Video exor causas esse per multas, dus Cicero valt eigenlijk samen. Ik zie dus dat er heel veel oorzaken zijn geweest, heel veel oorzaken zijn, esse, die istum impellerens, die hem ertoe hebben aangezet. Dus het motief, daar zijn er heel veel van. En is toen, dat is natuurlijk negatief, dat is magnus. Laten we nu eens gaan bekijken welke gelegenheid van het plegen van die misdaad er geweest is. Malefici suscipiendi, dat is een gerundivum constructie, want suscipiendi is de ND-vorm, kan gerundium, gerundivum zijn, kan allebei qua vorm. Maar het congrueert hier met malefici, dus het is een gerundivum. Letterlijk staat er dan ook de gelegenheid van misdaad die gepleegd moet worden, of die gepleegd kan worden, dat is natuurlijk veel beter hier. En dat kunnen we hier dominant vertalen, dus het plegen van de misdaad. En videamus is een collectief in de hoofdzin. Laten we nu eens gaan kijken. Dus video. Videamus is een herhaling van hetzelfde werkwoord. Ubi occisus est sectus roscius. Hier begint Cicero een imaginaire, een denkbeeldige tweespraak met Magnus. En zo'n imaginaire tweespraak heet een altercatio. Dus je zegt iets tegen hem en hij zegt als het ware iets terug. Maar dat is natuurlijk als het ware, hij is het niet echt. Want het is gewoon ingebeeld en dat is handig, want het geeft natuurlijk een levendigheid aan het betoog. En bovendien kun je je tegenstander dingen in de mond leggen die hij helemaal niet zegt, maar waar je wel tegenin kunt gaan, waarop je hem kunt aanvallen. Hele handige stelmiddel. Waar is Sextius Roscius gedood, vraagt Cicero. En Magnus antwoordt zogenaamd, Romae in Rome. Wat? Tur Titus Roscius Magnus ubi tunc eras. Wat? Jij? Dit is Roscius Magnus. Waar was jij? Romae, firm quid ad rem, et alie multi. Hij verdraait ook zijn stem, hè, een beetje. Dat kun je eigenlijk wel horen, ook in de manier waarop het opgeschreven is. In Rome was ik. Maar wat doet dat ertoe? Quid ad rem. Er waren ook heel veel andere mensen toen in Rome. Erant Romae moet je aanvullen. En dan, Cicero doet natuurlijk heel boos dan. Quasi nunc it agatu. Alsof dit er nu toe zou doen. Agatha is een cognitief spreker, quasi. Je mag het best vertalen als een potentiaal, alsof dit er nu toe zou doen. Wie uit zo'n grote menigte hem, mag je aanvullen, hem gedood heeft. En of dit niet onderzocht zou worden, dus dat zegt Cicero, hè. Het gaat niet om wie uit zo'n grote menigte dat heeft gedaan, want er zijn inderdaad heel veel mensen geweest, maar dit, hier gaat het nu toch om. En dan krijg je een hele moeilijke constructie, waarbij utrum eigenlijk het woord is wat je als eerste moet vertalen. Dat is een vraagwoord. Sit is de cognitivus die daarbij. Of het waarschijnlijker is of hij gedood is. En dan ga ik zo wel verder met die vertaling. Maar Cicero heeft niet voor niks dit vooropgezet, omdat dit het belangrijkste deel is van die hele zin. En het is ook handig om dat als eerste te vertalen. Dat kan ik zo doen, alsof het hier niet om zou gaan. Dit niet onderzocht zou worden. Wat betreft hem die in Rome gedood is. Of het waarschijnlijk is of hij gedood is door hem. Occisum esse ab eo. En dan heb je een asie dat hij gedood is. Hè? Door hem die voortdurend in die tijd in Rome is geweest. Qui met een cognitief is een definitie. Vroeger het cognitivus perfectum, die in die tijd van die moord namelijk in Rome is geweest. Of door hem, die in heel veel jaren helemaal niet naar Rome is gegaan. Acesserit. Ook qui de cognitivus definitivus, ook cognitivus perfectum. Dus daar gaat het om. Wie heeft het gedaan? Nou, zou heel veel mensen kunnen doen, heel veel mensen waren in Rome. Ja jongetje, daar gaat het niet om. Gaat het om hem, die nooit in Rome is geweest, heel lang. Of door hem, die net in die tijd in Rome was en al de hele tijd daar was. Aha, hij had de gelegenheid,
Hij zal het wel gedaan hebben. Volgende paragraaf. En in deze paragraaf betoogt Cicero dat er in die tijd van die moord heel veel mensen daar bezig waren met moorden en plunderen en dat soort dingen. Met die proscriptielijsten. Het is een beetje een mager argument, want die proscriptielijst gaat in het betogen. Dat is al geweest. Dus dat is niet helemaal aan de orde. Maar hij zegt van ja, die mensen, die moordenaars en die mensen bezig waren met die plunderingen, waren toen toch al in Rome. En die mensen werden beschermd door andere, hogere mensen. Nou, wie zat daar nou bij, jongens? Bij die moordenaars en opkopers? Nou, Magnus bij beide groepen. Opkopers, omdat hij er zelf beter is van geworden, heeft die boerderijen gekregen. En hij zat bij die moordenaars, want hij had de opdracht gekregen van Chrysogonus, weet je, onder wiens bescherming die stond, om iemand te vermoorden. Dus alles wijst naar Magnus. Hij had die gelegenheid, want er waren toch sowieso veel moordenaars van twee types. En in allebei die types past hij. Dat is het betoog hier van Cicero. En hij zegt ook heel mooi, stilistisch heel mooi. Agenunc, ik zal dat mooi voorlezen. Agenunc cetras quoque facultatis consideremus. Nou, je hoort het al. Cetras quoque facultatis consideremus. Al die K-klanken, alliteratie. En die O's worden herhaald. Quoque consideremus, assonantie, alliteratie. Nou, dat is al een heel mooie inzet van die paragraaf. Vooruit nu. Laten we eens bekijken. Consideremus, van considerare, een A-stam en die A van een E. We hebben dus een conjunctief perfectum in de hoofdzin. Laten wij, aansporing. Laten we nu ook de andere gelegenheden bekijken. Niet alleen dat hij daar was in Rome. Maar er zijn ook andere omstandigheden die Magnus de ideale kandidaat waren maken voor die moordaanslag. Erat tuum multitudo sicariorum. Er was toen, in die tijd van die moord namelijk, een menigte van moordenaars. Dat wat Erucus al heeft verteld. Dat heeft Erucus al eerder gedaan, om te zeggen van ja, er waren heel veel moordenaars, dus die Junior kon het makkelijk gedaan hebben. Want dat was makkelijk. Maar hier draait hij schoot om. Oké, er waren veel moordenaars, dus Magnus kan het makkelijk gedaan hebben. Ah, simpel zo. Het homen is impune occidebantur. En mensen werden straffeloos gedood. Wat, zegt hij zo? Is dat nou zo? Die menigte, wat voor menigte was dat eigenlijk? Eer multitudo quae erat. Multitudo is een vrouwelijk woord. Dat kun je zien aan het feit dat het bij het rijtje van Rex wordt. Hè? Multitudo, multitudinis is het genitief. En het eigenlijk een O. Dus van de S, O en X woorden, saks woorden. Dat zijn vrouwelijke woorden. Die menigte, wat was dat voor menigte? Opinor, ik denk. Of van die mensen die bezig waren met de goederen van anderen. Dus die het gemunt hadden op de goederen van anderen. Opkopers. Of van die mensen die door deze werden ingehuurd om iemand te vermoorden. Ut adicam occiderent. Ut, met een collectief is op dat of zo dat. Hier is het een doel om iemand te vermoorden. Op dat zij iemand doden. Dus of mensen die zich willen verrijken. Of mensen die werden ingehuurd door die eerste subgroep om iemand te vermoorden. Dus dat waren de moordenaars in die tijd. Niet alleen moordenaars, maar ook gemene mensen die op bezit uit waren. Als u denkt, poeta's, dat zij het waren, hè, dus die eerste groep, die Sextus Roscius hebben gedood, dan moet je aanwijzen, S. Roscium junior, or senior occidisse, dat zij Sextus Roscius hebben gedood. Zij die het gemunt hadden op alienum, het bezit van een ander, dan ben jij in dat getal, in die groep. En het gaat over jij is Magnus. Jij, Magnus, bent in dat getal, in die groep, die rijk bent, qui divers es, divers is een nominatief enkvoud, mannelijk naamwoord deel hier, rijk bent door ons geld. En ons geld is het geld van junior natuurlijk. Maar als jij denkt dat zij senior hebben vermoord, moet je weer aanvullen, die met een, de mensen die dat aanduiden met een lichtere naam, een mildere naam, hen noemen percussors, hen moordenaars noemen, en dat is natuurlijk een klein grapje, want zo, moordenaars is een hele afschuwelijke term, dus ik zeg van ja, mensen die tweede groep, hè, die noemen met een
wat aardiger term moordenaars. Nou, het zijn natuurlijk verschrikkelijk veel erger mensen dan moordenaars. Moordenaars met hele kwade bedoelingen om zichzelf te verrijken ook. En dat straffeloos willen doen. Het zijn afschuwelijke mensen. Maar die, die noemen ze dan met een eufemisme, noemen ze maar percussores. Choire zoekt dan in wiens bescherming en bescherming, zei ze, dat is eigenlijk twee, is een tautologie, vierde, een clientela, dat is eigenlijk hetzelfde woord, hè? Dus het is hetzelfde begrip, tautologie. In wiens bescherming zij zijn, geloof me dan, mie crede, aliquem de societate tua reperies, jij zult vinden, reperieren is vinden, en met een e erbij is een futurum, jij zult vinden iemand uit jouw societate, uit jouw belangengroepje. Dat is die samenzwering met Magnus Capito en Chrysogonus. En daar bedoel je natuurlijk Chrysogonus mee. Die zul je dan wel vinden. Die jouw bescherming gaf, fide en cliëntelen. En al wat jij gezegd zult hebben daartegen in, contra is een bijwoordelijke bepaling. Quid quid is een accusatief enkelvoud onzijdig. Het voorbeeld bij dixeris. Dixeris, futurum exactum, actief, van dikere. Al wat jij daartegen ingezocht zult hebben, condendito, vergelijk dat dan maar eens met ons betoog. En ons betoog is natuurlijk dit betoog, dat hij bij die twee groepen hoort, is onmiskenbaar. Dus, je vindt iemand, dat is die aliquem, dat is ook dus jij hoort erbij. Ita facilime causa sextu, sexti roschi cum tua conferetu. Zo zal de zaak van Sextus Roscius heel gemakkelijk vacuumen met die van u vergeleken worden. En dat wil zeggen dus dat de zaak van Sextus Roscius is veel sterker dan die van u. U bent in feite ten dode opgeschreven qua zaak in ieder geval. Dus zo duidelijk dat u het hebt gedaan.